hier zo. Hé, hey, kijk. Ik heb nu met de mentor gepraat. Papa en mama gisteren ook al. Over mijn rapport. Precies wat ik dacht. Ik ben te vaak afwezig geweest en mijn cijfers zijn niet goed. Ik wist dat er iets moest veranderen. Dus ik ging met de mentor praten. Hoe awkward ik dat ook vind. Dus vanmiddag na de les zocht ik erop. Ik was zo zenuwachtig. Jana, fijn dat je bent. Ga lekker zitten. Hey. Ik heb, zoals je weet, gisteren je ouders gesproken. Ja. En ik schrok nogal wat ze vertelden. Het is niet niks. Nee. Sorry dat ik niet eerder heb gezegd. Het zat me gewoon heel erg dwars en ik wist niet hoe ik over moest praten. Nee. Nou, ik begrijp het. Het is natuurlijk ook niet niks, dit. Maar zodra ik zei dat ik heel graag op VWO wil blijven, was heel positief. Maar wij willen natuurlijk wel alles eraan doen om jou te gaan helpen. Ze zou me heel graag helpen. En ze gaat zich persoonlijk inzetten zodat ik huiswerkbegeleiding krijg. En dan komen van die maandverbandbakjes op de wc's, zodat ik ook niet meer thuis hoef te blijven en lessen mis. Je bent er zo chill. Ik snap eigenlijk echt niet waarom ik me zo zorgen maakte. Of waarom ik het niet eerder heb gezegd. Ik ben heel erg trots op je dat je het gewoon verteld hebt. Mijn cijfers moeten wel echt omhoog. Maar we gaan ervoor knokken zodat het lukt. Dat heb je echt al verder ook niet gesproken. Laatst wat ze van mij heeft gehoord is van Sam. Dat is inmiddels ook uit. Maar het was wel echt heel leuk om haar vandaag weer te zien. Ze was dus gekomen, want ik had gebeld. Ze komt altijd als ik er bel. Oké, okay. Doei. Doeg. Naast Perel. Mag ik hem vasthouden? Ja. En ik heb haar alles verteld. Het hele verhaal, van A tot Z. Over mijn cijfers. Over de thuissituatie. Over de cv-ketel en het douchen bij het zwembad. Ik vind het moeilijk om over te praten. Ik denk niet. Maar we kennen elkaar echt al heel lang, hè? Je kan me echt alles vertellen. Ja. En ze begreep me eigenlijk heel goed. Haar ouders hadden ook zo'n situatie, een paar jaar geleden. Dus ze herkende het wel. Het was gewoon zo fijn om eindelijk een keer een vriendin te hebben die het wel begrijpt. Die weet hoe het is. Ik kan er zelf ook niet heel veel aan doen, hè? Nou. Ik schaamde me gewoon. Nou, alsof het jouw schuld is. Het was echt heel chill om er met Debbie te hangen. Om even afleiding te hebben van alles. En wat over de toetsweek, zei dat ze me heel graag wil overhoren. Dus kon ik haar blijven zien en zo haal ik nog steeds goede cijfers. Win-win. Kan je even stoppen? Ik vind het echt raar. Wat? Nou, gewoon dat je geen tijd hebt. We kunnen niet eens afspreken. Ik vraag je om mee naar de stad te komen en je zegt gewoon nee. Ik heb je echt al 5 keer uitgelegd dat ik gewoon druk ben met school. Maar je hebt wel tijd om met Debbie af te spreken. Zij helpt me met school, dat snap je zelf toch ook? Ik kan dat toch ook doen? Jij snapt het niet. Ik ben zo boos op Malou. Ze heeft gewoon zo jaloers opeens. Ik spreek de laatste tijd meer met Debbie af. Dat ik haar niet het meest vertrouw.
En omdat ze me had met school. Malou vond dat vreemd. Ze vindt dat ik haar buitensluit, wat ik helemaal niet doe. Ja, school gaat nu gewoon eerst. Het irriteerde me zo dat ik dat aan haar moest uitleggen. Oké, maar heb je toch wel een beetje tijd om gewoon te gaan shoppen of gewoon leuk af te spreken? Nee, tuurlijk niet. Het is ook niet alleen Malou. Het is eigenlijk alles. Ik kan niet boos moeten worden op Malou. Dat verdient ze eigenlijk niet. Maar goed, ik moet gaan leren. Ik heb veel nagedacht. Of hoe ik heb me gedragen tegenover Malou. Ik voel me echt heel rot. Over hoe ik tegen haar heb gedaan. Ik weet dat zij het ook alleen maar goed bedoelt. Dus ik had besloten om een brief te schrijven. Die heb ik de volgende dag in de kluis gedaan. Ik heb met Malou in het park afgesproken. We hebben gelijk alles uitgepraat. Die brief die ik had gestuurd heeft haar geholpen. Ik heb sorry gezegd. Voor alles wat ik heb gedaan. Alleen zei eigenlijk alleen maar dat het allemaal oké was. Dat ze me heel graag wil blijven zien. Dat lucht echt heel erg op. Hey Jan, ik heb nog na zitten te denken. We hoeven echt niet naar de stad om te gaan shoppen of zo. We kunnen ook gewoon ergens chillen zonder dat het geld hoeft te kosten. Het is allemaal oké. Ik vind het echt balen van alles. En ik had het liefst gewild dat ik het eerder wist. Dan kon ik je helpen. Ik ben 13. Ik heb vandaag niet heel veel gepland, maar papa en mama doen wel heel geheimzinnig. Dus ik ben benieuwd. Jan, lieve schat, kom hier. Anders ben je eigen feestje nog. Ja, ik kom. Iedereen was er. En Malou en mijn ouders konden het heel goed met elkaar vinden. De voedselbank heeft zelfs een cadeautje opgestuurd. Kijk. Die had ik echt al heel lang. En mama had een hele grote taart gebakken. Dat was zo leuk. Dankjewel, Deb. Gefeliciteerd, Jan. Ja, zeker. Dankjewel, Malou. Een super chocolade, hè? Ja. Ja. Oké, Jan. Oh, ik krijg een krommetje. Ja, een cadeautje voor jou. Een cadeautje? Het was vooral fijn om te zien dat papa en mama zo opgelucht waren. Ze vonden het echt fijn om te zien dat ik me niet meer schaam. Dat ik gewoon vrienden naar huis durf te nemen. Ik ben ook heel dankbaar voor de hulp van Malou en Debbie.
heb eindelijk weer het gevoel dat alles beter wordt. Ik ben ook helemaal klaar met verstoppen. Iedereen mag de waarheid zien. En dat voelt echt heel goed. De kat is binnen. Een butsing, guys. Oh my god. Brood. Echt bruin brood. Super lekker. Kijk, wacht, we kunnen pasta maken. Oeh, dat is leuk. Pizza. Pannenkoekpizza. Super lekker. En havermout. Zoe, we hebben popcorn. Wil jij popcorn? Ja. Steeds meer gezinnen vinden het lastig om zo'n verjaardagspartijtje nog te kunnen betalen. Stichting Jarige Job deelt daarom steeds vaker verjaardagspakketten uit. Het zijn altijd €2,50 of €3. Dus ja, dat is het wel een beetje duur, vind ik. Normaal geeft de Stichting Jarige Job ieder jaar aan ongeveer 80.000 kinderen een verjaardagspakket. Maar dit jaar zullen het er een stuk meer zijn, wel 100.000. En voor volgend jaar verwachten ze nog meer aanvragen, voor zo'n 125.000 pakketten.